het, ik ben een pop, verbind het. Engelen zingen, ik ben er nog. Ik ben het, dingen zijn vingers zijn op de klok, je ken het. Het dingen, baby, check hoe ik het rock. In ga lopen, klik de tint, en die is er onder tafel. Alleen baas zitten hier, er wordt vergaderd. Ze doen me na, en plegen een goede taai. Roepen mijn naam op de tuin, ja, boulevard tot aan Zuidoost. Rijm zo feilloos, ze zijn. Ik krijg het warm, kijkloos, het zij zo. De nieuw markt en de pijp ook. Junks en de crackers van het lab. Ik heb Ausi eigenlijk nooit zo gezegd veel in de gaten houden. Waarom niet? Gewoon simpelweg omdat hij gewoon niet in mijn gewichtsklasse zat. Toen was volgens mij vorig jaar of in ieder geval een periode geleden. Heeft een balletje opgegooid dat hij naar richting 70 kilogram wilde. Nou goed, ik vind mij niet eens zo wakker gelegen natuurlijk. Doe nou nog steeds niet natuurlijk. Maar ik bedoel te zeggen, 70 kilogram, ja, ik dacht eerst van, nou, hij wil eerst wel wat tegenstanders verslaan. Een beetje warm draaien in de gewichtsklasse. Maar opeens was die uitdaging daar. Melvin Manhoff belde me op of ik tegen hem wilde vechten. In eerste instantie had ik heel weinig met die wedstrijd. En ik had zoiets van, nou, wat moet ik tegen een lange schungel van 1,93. En die dan net in de gewichtsklasse kon kijken. Maar zo gezegd bleven ze een beetje aandringen. Ik denk van, ja, waarom ook niet? Ik ben nooit beroerd om een uitdaging uit te gaan. Of uit de weg te gaan. En ook deze niet. Katharina Kel, klets, kousen. Shit, ik stuur ze rechtstreeks van housen. Als de dokter deed bij je buik, griepen. Als ik mezelf als een dier zou moeten beschrijven, dan zou ik zeggen, dat is even moeilijk te bedenken natuurlijk, zo heel snel. Maar dan zou ik toch wel kiezen voor een chameleon. Een dier of een vechter in mijn zin. Dat ik me snel kan aanpassen met tegenstanders. Toch een beetje sluwachtig. Ja. Ik wil een chameleon, van aan de kleur aanpassen om niet in gevaar te komen. Ik zie Ausi als in het dierenrijk als een giraf. Nee, giraf met de lange tentakels, met de poten als wapen. Ik denk dat zijn lange poten echt van toepassing kan worden. Kijkend naar mijn lengte natuurlijk. En daarmee vergelijk ik Ausi als een giraf. De fans die dan aanwezig zijn tijdens de wedstrijd, die hoor je enigszins, maar meer in je onderbewustzijn. Dus je bent er niet bewust mee bezig. Als je dan achteraf terugdenkt, dan hoor je wel eens zo, oh ja, jij was ook aan het roepen, weet je? Maar dat gaat totaal niet, komt in je bewustzijn op, dus daar ben je totaal niet mee bezig. Alleen je weet dat er een hoop mensen voor je schreeuwen. Weet je? Daar ben je op dat moment niet bewust mee bezig. Dat geldt wel voor de fans natuurlijk. Die klik moet je denk ik ook wel hebben. De chemie tussen de vechter en de trainer is daar gewoon aanwezig. Als het niet zo is, dan heb je denk ik een probleem. En als die chemie er niet is op dit niveau, dan heb je gewoon een probleem. Dan sta je gewoon echt alleen met je twee ogen en jezelf te vechten. En hun zijn mijn derde oog. Ja. Ik heb een hoofdtrainer, André Mannaert, die mij gewoon binnen het kickboksen totaal begeleidt. Daarnaast heb ik Ron Rovers, die mij bokstechnisch top begeleidt. Ik heb een Ryan Binderenband die zowel met mijn krachttraining als voeding en mentaal met me bezig is. Daarnaast heb ik nog een cornerman die speciaal voor mijn wondjes kan verzonnen, tevens ook mijn schoonvader Piet Opstraat. Daarnaast hebben we Paul Lamotte, ook afkomstig van mijn Jira Gym destijds, die me af en toe wel eens verzorgt op de pads, voor snelle combinaties. Zo gezegd een heel team. Ik ben slecht op het potouwen, geen gebrek aan innovatie, dit is wat ik doe. Midi notes in de ballen, midi smoren. Zo'n wedstrijddag ziet er voor mij eigenlijk iets langer uit dan alleen de wedstrijddag natuurlijk. Ook de voorbereiding, de week ervoor natuurlijk. Het begint eigenlijk wel een beetje te kriebelen en serieus te worden wanneer het de dag van de weging, wanneer je elkaar ziet, je moet wegen, en jezelf moet afvragen of je eerste gevecht al hebt gewonnen door op de weegschaal te staan en het juiste aangeduide gewicht hebt behaald, ja, dan ben je wel lekker bezig. Zo de dag ziet het dan voor mij dan uit, althans de dag voor de wedstrijd ziet het wel uit om eerst gewicht te maken 's ochtends, op gewicht te zijn. Na het gewicht maken, wat lekker eten, de juiste voedsel of de juiste brandstof in het lichaam voor. S'avonds lekker uit eten met mijn gezin, familie en vrienden.
slapen en dan de dag daarna lekker laat wakker worden, goed uitgerust. En dan al een beetje de spanning op laten bouwen, lichamelijk. En dan zo naar het evenement. Ja. Wat er voor me door me heen gaat als ik richting de ring loop, is heel moeilijk te beschrijven. De dingen die er doorheen komen zijn ook even nu even 1, 2, 3 op te noemen, want er gaat zoveel door je heen. Maar het belangrijkste is gewoon dat je op zo'n moment denkt van, dat ik wil winnen. Dat ik wil winnen. Ja, dat is het belangrijkste. En niet dat ik het niet alleen wil verliezen, maar dat ik wil winnen. Dat is het belangrijkste. Want op het moment dat je denkt dat je wilt verliezen, dat je niet wilt verliezen, ben je toch wat terughouder aan het vechten. En dat heb ik de afgelopen jaren wel best wel ervaren. En dat was eigenlijk de essentie eigenlijk wat ik je net probeerde te vertellen. De afgelopen jaren heb ik alleen gevochten met het gevoel van, hey, ik wil niet verliezen. Nee, het moet juist andersom zijn. Je moet willen winnen. De enige reden dat ik niet met de KN heb deelgenomen is puur om het feit dat ze me niet uitgenodigd hebben. Inderdaad deden veel verhalen rond dat ik last van mijn oogblessure had, dat ik niet voldoende hersteld was. Zo waren er nog wat enkele geruchten. Maar het is gewoon zo dat ik gewoon niet gebeld ben om deel te nemen aan het KMAX toernooi. Met als reden dus achteraf nu ook wat duidelijk naar voren komt, is dat ze gewoon financieel het niet konden behappen. Het heeft me wel enigszins geknakt in de zin, met meerdere redenen eigenlijk. In de zin van richting sponsoren natuurlijk toe. Ik ben natuurlijk, ik word door de hele top sponsors word ik gesponsord. Als GoFest onder andere en nog een aantal anderen. En die zijn natuurlijk tenslotte naar mij toegekomen omdat ik op televisie kwam. Ja, dus eigenlijk richting hun kan ik niks meer terug doen. Daarnaast heb ik veel voor KAI gedaan. Ik heb toch 2 keer de titel weten te bewachten. Ik heb best wel poppetijds gedraaid volgens mij. Ook daarnaast ook nog eens even een keer deelgenomen aan het verhaaltje van Sato, de deel 3. Ja, toch een revanche, sprookjesverhaal, toch ingewilligd. En daar had ik nooit echt extra voor teruggekregen. 2009, dus we sloegen 2010 in met de verliespartij. Door tegen mijn zaal te staan en datzelfde jaar word je niet meer uitgenodigd. Daar heb ik wel een beetje irritatie op en boosheid. Ja. Geruchten dat ik MMA ga maken mogen niet als geruchten beschouwd worden, want het is daadwerkelijk zo dat ik wel aan het proeven ben. Het is misschien te hoog gereed voor me, maar ik heb wel echt voor ogen om echt serieus op het hoog niveau, op het hoogste niveau dadelijk te gaan acteren. En ja, er zullen misschien mensen zijn die zeggen van nou, hey, bouw het voorzichtig op, weet je wel, maar ik denk dat nu met het niveau die ik nu zelf heb binnen de sport, de kickboxsport, dat ja, het een lastig verhaal weer wordt om weer naar de kleuterschool te moeten. En daarom wil ik ook meteen echt hoog willen grijpen. En een van de eerste zijn die zegt van, hey, of kunnen zijn die dan kan zeggen van, hey, luister, ik ben overgestapt naar een andere sport. En daar ook veel roem en veel titels hebben behaald. Dus ik probeer daar wel hoog in te grijpen, ja. Tot slot wil ik iedereen gaan bedanken. Richting de wedstrijd van Aussie op 6 maart in de Sporthallen Zuid. Ik ben er klaar voor. Daarbij wil ik bedanken mijn familie, mijn gezin, mijn kinderen, mijn vrienden en natuurlijk mijn sponsoren als GoFest, Q-Dance, MDW, Boosters en heel mijn team natuurlijk. Dus tot ziens op 6 maart. Oos. Een paradijs waar je niet bij kunt. Alle bovenste plank in cijfers. Fok mijn cijfers. Rappers haten de mannen alsof het een trend was. Nu mogen ze niet praten, we zijn knobbels op je stembank. We blijven bij de hand als gastjes van de Ambel. Nou iedereen zegt ja.